Iedereen van harte welkom bij het jubileum van Prinses Margriet, 60 jaar bestaan. Fijn dat jullie allemaal hier gekomen zijn. En zoals jullie weten, beginnen wij met een sponsorloop. Het is de bedoeling dat we met de jongere groepen beginnen. Die staan hier allemaal al klaar. Die hebben ook al een rondje geoefend. Dat ging hartstikke goed. Dus dat belooft wat. Het weer wordt steeds beter. Dus we gaan alleen maar de goede kant op. Nou, we willen jullie allemaal veel succes wensen. En het is de bedoeling dat jullie proberen een kwartiertje vol te houden. De route, die weten jullie al. De ouders moeten daar de weg vrij laten. Anders kunnen ze hier door. Maar ze komen namelijk langs benadden. En dan om de tent heen. En dan komen ze hier weer voorlangs. Ja, jullie mogen allemaal klaar gaan staan. Zeg even de assistenten. Willen jullie? De charmante assistenten. En bij de weg wijzen. Want het kan wel moeten. Ja, dat is heel erg.
Hans Lensink, Margrieten, tijdens het jubileum van de gymnastiekvereniging Prinses Margriet. Ja. Hoe liep het vanmiddag met de bloemenverkoop? Nou, redelijk. Alleen, we hadden het weer natuurlijk niet meer. Nee, weet je, nat. Stortbuitjes gehad, ja, nou, we moesten zelf de paraplu's opzetten. En ja, totaal, toen gingen er wat mensen al weg en dat was natuurlijk niet zo. En normaal, als het wat mooier weer is geweest, konden er natuurlijk ook wat meer passanten gewoon even over de kraam lopen. Of al langs hier de stand met alle bijzonderheden van demonstraties, gymnastiek en En deelname van de kinderen, viel dat ook een beetje tegen? Nou, dat viel, de jeugd was aardig goed vertegenwoordigd. Ja, ja. Dus dat was wel goed. Ja. Maar goed, meneer Heijnen die had dus gezegd, het idee Intratuin, die wou dan graag Prinses Margriet sponsoren. Ja. En had hier een complete Margriet stand gemaakt met allemaal verschillende bloemen zoals je ziet. Ja. Met Margriet, vaste planten. Twee! Mooi weer. Arjan, één voor de camera. Jullie zijn iets eerder gestopt vanwege minder goede weer. Maar nu begint het mooi weer te worden. Maar al met al hebben de kinderen zich wel vermaakt. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja? We hebben het een beetje meer onder de tentdak gezocht vandaag. Ja. En dat was ook wel nodig, maar een flinke boy. In die tent daar hebben we spelletjes gedaan. Ja. Rad van Fortuin en Oud-Hollandse spelletjes. Daar konden ze wat eten en wat drinken. Dat is onze Margrietenkraan. Gesponsord door Willy Heijnen. Ja. En hier onder de tent van de Gondelvaart, daar hebben we wat de tumblingbaan gestald. Mm. En daar hebben we wat gesprongen vandaag. Het buikschuiven ging niet door, ik gehoord. Buikschuiven ging niet door. Was te nat. Ja, was te nat. Ja. Ja, ja. Maar waren er voldoende kinderen nog aanwezig vanmiddag? Nog niet klaar. Hoeveel ongeveer? Ondanks het slechte weer hadden we toch wel zo'n anderhalf. 60 kinderen, denk ik. Ja, ja. Ja. En de ouders erbij, wat ook. Gaan jullie verder nog iets speciaals doen tijdens het jubileumjaar van Prinses Margriet? 60 jaar bestaan jullie. Dat is het eigenlijk wat we doen. Ja. We zitten met beperkte financiën. En, ja, ja. Ja, maar geen speciale uitvoering. Nee, we hebben iets voor de kinderen willen doen, omdat de gymnastiek toch voornamelijk iets voor de kinderen. Belangrijk voor de kinderen. Ja. Dus, nou, laat voor de kinderen willen doen. Je hebt toch ondanks weer een leuke dag gehad. Kinderen hebben niet zoveel last van het slechte weer als wij hier. Nee.